Welkom bij het Gk-chaanal van. Moet ik even goed kijken. 19 juli. Hoe kan ik het vergeten? De heetste dag, misschien wel ooit in Nederland. En het is hier ook bloedheet. Het is bloedheet in bijna de rest van de wereld en betekent ook dat al die game developers en die spreadsheet uh, managers bij uh, de publishers allemaal een beetje rustig aan doen. Dus het nieuws is een beetje lauw, maar. Er zitten nog wel wat leuke dingetjes bij. Bijvoorbeeld dat PlayStation weer iets gekocht heeft. En nee, het is niet Rockstar, het is niet CD Projekt Red, het is niet Ubisoft. Het is, hou je vast, repeat.gg. Weet iemand wie dat is? Wat dat is? Um, ik denk dat een hoop mensen dat niet weten. Het is een organisatie die. Um, E-sports tournaments host. En dat doen ze niet, zeg maar, à la de ESL, die zich vooral ligt op de pro's. Je kan daar ook gewoon als amateur spelen, maar in principe is dat dan meer gewoon de topsport. En wat zij doen. Ze hebben een bepaalde software gemaakt waarbij ze binnen games kunnen zien. Nou, hoe goed ben jij? Hoe goed ben jij? Hoe goed ben jij? Uh, en vervolgens maken ze een soort toern toernooien op basis van die stats. Zodat jij speelt tegen de mensen die ongeveer even goed van je zijn. Uh, inmiddels hebben ze zo'n 100.000 toernooien gedaan. Met daarbij 2,3 miljoen medewerkers. En PlayStation heeft dat bedrijfje nu gekocht. Zodat ze uh, ja, nog meer die competitieve kant kunnen gaan ...unlocken. Uh, dan moet ik even na gaan denken van ja, met welke games dan? Want zelf maken ze niet zoveel multiplay games, behalve dan Gran Turismo. Maar denk bijvoorbeeld aan de Street Fighters van deze wereld. Uh, wat echt toch wel een PlayStation uh, variant. Of een game is die veel op de PlayStation wordt gespeeld. Denk aan een Tekken. Uh, wie weet ook wel een FIFA. Het is een onderdeel van uh, uiteindelijk denk ik het vergroten van de aantrekkingskracht... van de PlayStation Plus. Premium uh, uh, tiers die er zijn. Um, ja, dat je bijvoorbeeld bij wijze van spreken, als je het hoogste uh, uh, de hoogste tier neemt. Dat je dan ook automatisch lid bent van uh, uh, of gebruik kunt maken van deze functionaliteit. Dat zou er denk ik helemaal achter kunnen zitten. Anders zou ik niet weten waarom Sony dit nou zo ontzettend graag wil. Want als we één ding over Sony kunnen zeggen, is dat ze altijd de e-sports. Niet genegeerd hebben, maar ze zijn er ook niet super mee bezig. Ik bedoel, Evo, dat soort dingen allemaal, dat, dat, dat had je altijd wel. Um, maar PlayStation draait toch vooral om spelervaringen die je thuis speelt in je eentje of met meerdere mensen um, de fantasiewerelden creëren. Maar ze zijn toch een beetje hun services nu aan het uitbrengen, uitbreiden. En daar hoort deze waarschijnlijk bij. Goed, dan uh, morgen, en dat is een woensdag. Uh, dan wordt er om zes uur een nieuwe Viva aangekondigd. Nou, die hoef je nou natuurlijk helemaal niet te kijken, want het is een voetbalgame. Uh, met waarschijnlijk elf spelers aan de ene kant, elf spelers aan de andere kant, en een doel en een doel. En dan is de bedoeling zoveel mogelijk de bal. Um, in elkaars doel te schoppen. En degene die de meeste doelpunten heeft gemaakt, denk ik, die gaat dan winnen. Um, ja, ik bedoel, ik maak er nu natuurlijk een beetje een grapje over. Maar zo'n aankondiging van FIFA 23. Het is natuurlijk volkomen los een beetje. Want je weet exact wat je gaat krijgen. Het is ook nog een gewone FIFA 23. Want volgend jaar gaan ze pas een andere naam aannemen, dus de licentie van FIFA zit er nog aan vast. Um, we weten in ieder geval dat um, Mbappé, die ik altijd Mbappie noem... Uh, die staat op de cover en de Sam Kerr van Chelsea, je weet wel, uh, Sam Kerr, die staat er ook op. Die staat op de Ultimate Edition en dat is voor het eerst dat er een vrouwelijke voetbalspeler op de cover van een FIFA game staat. Nou, helemaal top, top. FIFA uh, of EA uh, had dat alleen gewoon eens of een aantal jaren eerder uh, gedaan, um, want Vrouwenvoetbal bestaat al veel langer dan alleen maar vandaag. Maar goed, je weet hoe ik over dat soort dingen denk. Um, verder verwacht ik er niet al te veel belangrijke dingen. Het zal een tweekje hier zijn, een tweekje daar. En veel focus op FUT natuurlijk. Um, dan hadden we het net al even over um, ja, al die extra dingen die PlayStation op dit moment aan het doen is. Waarschijnlijk om die verschillende uh, PlayStation Plus tiers. Nog aantrekkelijker te maken. Je krijgt natuurlijk al heel veel games uh, voor. Je kunt gratis demo's spelen. Je kunt bijvoorbeeld Stray spelen als je de, uh, de Premium Plus uh, tier hebt. Uh, maar als je nu zoiets hebt van... Ja, maar wat houdt het dan allemaal in? Wat kan ik allemaal spelen? Wat is er allemaal te doen? Hoe werkt dat allemaal? Uh, dan is er nu een leuke aanbieding. Want je kunt uh, zeven dagen gratis PlayStation Plus... En dan willekeurige tier, die kun je gaan uitproberen. Hoe werkt het? Je neemt in principe een abonnement. Dus uh, waarschijnlijk is dit wel een creditcard ding. Misschien ook wel ideal. In ieder geval, je neemt een abonnement. Uh, maar na zeven dagen kun je die gratis cancelen. Moet je wel zelf even onthouden. Ik vind het niet de meest vriendelijke aanpak die er is. Want je weet het, er zijn mensen die gaan het vergeten. En dan zit je dus wel vast aan uh, die eerste maand. Uh, maar goed, anyway. Ik vind het wel tof om dit gaan uitproberen. Ik ga het zelf ook even uh, doen. En zo kun je dan kijken wat uh, de essentials, de extra en de, uh, uh, de premium wat dat allemaal voor. Uh ja, voor content voor je biedt. In ieder geval kun je er dus Stray op gaan spelen. En we krijgen er veel vragen naar. Volgende week krijg je een uitgebreide review uh, van Stray. Um, en dan gaan we kijken of Jelle en Yui en Skate um, de game inderdaad zo vet vonden. Als ze hoopten dat hij zou. Zijn dan Mario Kart 9. We weten dat Nintendo eraan gaat werken. Um, de laatste Mario Kart, echt nieuwe Mario Kart game, die kwam in 2014 uit. Dus het is nu alweer acht jaar ver. Dus hoogste tijd voor een nieuwe Mario Kart. En Nintendo heeft al aangegeven: er gaat weer een nieuwe twist inkomen. Er komt weer iets nieuws. Er wordt iets nieuws, een stukje gameplay toegevoegd aan. De nieuwe Mario Kart. Um, even kijken. Double Dash Gliding kwam in Mario Kart 7. Anti-Gravity in Mario, Ka Mario Kart 8. En Mario Kart 9 gaat dus iets nieuws brengen. En in alle eerlijkheid: uh, je kunt weinig slecht zeggen over Mario Kart. Je kunt allemaal wel zeggen van ja, het is rehashing van dit en van dat en van zus. Het is steeds een beetje hetzelfde keer. Maakt niet uit. Mario Kart is gewoon. Het concept staat als een huis. Je kunt daar ook niet al te veel aan gaan veranderen. Um, uh, 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 ja, want het blijft gewoon een track met daarop. Uh, uh, de, de, ja, al die, die attributen die je kunt unlocken en op elkaar kunt afschieten en, en uh, banaan op, op, op de weg gooien. Uh, de, ja, de, de schansen die je kunt gebruiken, de, de, de versnellingen. Dat is wat Mario Kart is. En daar moeten ze echt eigenlijk ook met hun poten vanaf blijven. Het gaat erom dat ze gewoon goede nieuwe tracks maken. Nieuwe fantasievolle tracks die gewoon tof zijn om te spelen. Maar we krijgen dus inderdaad een complete nieuwe... Twist. Dan, tot slot, op deze veel te warme dag, uh, is er ook een gerucht dat uh, Platinum Games, die zit behoorlijk in het nieuws. Ik zag net voordat ik het aan het opnemen was, dat ze ook een nieuwe president hebben gekozen. Of een vice-president. En die komt dan weer van Nintendo vandaan. En feitelijk willen ze met Platinum Games eigenlijk weer een hele nieuwe start gaan maken. Een nieuwe era gaan inmaken. Nou, Bayonetta 3, uh, die komt binnenkort uit. Uh, en nu schijnt het zo te zijn dat het volgende project, de volgende game van Platinum Games, dat hij waarschijnlijk, of tenminste, dat hij volgens de geruchten gefinancierd wordt door Xbox. En dan zou het dus wederom een Game Pass Exclusive slash Timed Exclusive kunnen zijn. Gerucht, je weet het, wat gaan we altijd doen dan bij uh, je bij Journaal, dan gaan we altijd even nadenken of dat dan ook wel sens maakt. Ten opzichte van al die dingen die wij weten, um, we weten dat Xbox ontzettend graag nog Japanse games aan hun portfolio wil toevoegen. We weten dat Platinum Games al in het verleden vaker heeft geflirt met Xbox, en um, eigenlijk een beetje toch wel aan het zoeken is: hoe gaan wij nu verder? Hoe krijgen we onze projecten gevund? We weten uh, dat ze nu een nieuwe, nieuwe vice president hebben van Nintendo, uh, dat betekent ook dat ze een nieuwe start willen maken. Dus waarom. Uh, zouden ze niet de weg kunnen kiezen die andere developers ook soms kiezen? En namelijk is dat je project alvast gewoon helemaal laat voorfinancieren door een partij, in dit geval Xbox, zodat je zelf geen risico loopt als de game niet tof gaat worden. Plus dat je weet dat op de Game Pass mensen het altijd gaan spelen. Wie weet, doe je er op een leuke manier microtransactions in, uh, customizable, zodat je daar nog wat extra geld aan kan uh, verdienen, omdat zoveel meer mensen het gaan spelen dan als je het full price in de markt legt. Dus ik vind dat het wel sens maakt. Zekerheid wil ik het niet geven. Maar het zou me niks verbazen als Platinum Games ook, want ik zeg er wel ook bij, ook een game gaat maken voor Xbox. Want ik denk daarna, en dat hebben ze altijd gedaan, dat ze voor verschillende platformen altijd wel iets proberen te maken. En ik denk dat de liefde voor Nintendo ook heel diep zit. Anders neem je niet iemand aan die hoog in de boom zat bij Nintendo om bij jou vice president te gaan worden. Goed, um, dat was hem. Donderdag hebben we natuurlijk weer een gk hoop Hopelijk is het dan wel minder warm. En vrijdag wil ik je al verwijzen naar een hele speciale stream. Want dan hebben we namelijk een stream. De grote Dungeons Dragons stream. Featuring, en ik noem ze niet meer de tabletoppers. Ik noem ze nu voortaan gewoon de tabletokkies. Uh, die gaan hier allemaal zitten en we gaan Dungeons Dragons spelen. Dat gaat hilarisch worden. Um, kom dus zeker even kijken vanaf 4 uur op vrijdag.